Voor de eerste strik gebruik ik alleen de plukjes van de zijkant. Aan iedere kant pak ik een strookje haar en samen gaan ze in een elastiekje. Ik heb nu nog een elastiekje, die gaat om de pluk heen, maar ik haal hem er niet helemaal door. Een klein stukje maar, zodat je een lus overhoudt. Voor de stevigheid draai ik hem er nog een keer omheen. Verdeel de lus in tweeën. Zet een topsy-tail in het haar, doe de plukken door en haal hem naar beneden. Gebruik een elastiekje om de pluk vast te zetten. Met een schuifspeldje zet ik de strik op zijn plaats. Voor deze strik gebruik ik het bovenste gedeelte van het haar. Ik heb een elastiekje met daaraan twee schuifspeldjes. Het schuifspeldje gaat erin, het elastiekje gaat eromheen en het schuifspeldje gaat er weer in. Het elastiekje verberg ik door er een pluk haar omheen te doen en met de topsy-tail het plukje haar door het elastiekje te halen. Een gedeelte van het haar zet ik naar boven toe vast, dat gebruik ik als laatste. De staart verdeel ik in twee plukken. Kam hem opzij en doe er een schuifspeldje in. Draai het schuifspeldje om en zet hem zo dicht mogelijk bij het elastiekje in het haar. Als laatste de bovenste pluk. Ik haal hem tussen de punten van de andere plukken door en zet hem aan de onderkant vast met schuifspeldjes.
Ook de strik zet ik vast met schuifspeldjes. Voor deze strik gebruik ik al het haar. Ik gebruik hiervoor een elastiekje met twee haakjes eraan. Verdeel het haar in tweeën en aan de onderkant kam ik hem tegen. De bovenkant maak ik mooi glad en er gaat ook nog wat glansspray in. Ik gebruik hiervoor een heel dun haarnetje. Er gaat een schuifspeldje aan en dat schuifspeldje gaat zo dicht mogelijk bij het elastiekje in het haar. Het haarnetje gaat om de pluk haar heen. Rol de pluk om je hand en zet hem vast met schuifspeldjes. Het voordeel van een haarnetje is dat de haren mooi bij elkaar blijven zitten. De laatste pluk rol ik om mijn vingers en zet het vast met schuifspeldjes. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!